Ja, we lopen. Ja, oké. Okay. Hallo bij Studio Complex. Dit is een culturele broedplaats in Enschede. Ja, we doen even een klein rondleiding door het gebouw. En iedereen die we tegenkomen, die mag 2-3 zinnen zeggen. Dus we hebben hier Koen. Wat doe jij? Ik maak muziek. En dat vooral. En muziekjes draaien, lawaai maken en evenementen organiseren als het mag. Dat zit een beetje in een nutshell. Vet. Leuk joh. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Dat is Jelle, deze jongen. De graaf Jelle. Hi. Wat doe jij? Ik maak rondjes. Vet. Ja. Of dat ding met rondjes? Yes. Ja. Oh, dat maak ik hier. Je zit in de camera toe zit. En gaat het ook ergens heen of blijft het hier in Schede? Ja, gaat altijd naar festivals. Eigenlijk met trailers vol en dan deze zomer alle festivals af. Alleen nu het niet, dus nou maar. Ja. Maar hier kleine werk maken. Ja. En een andere markt die op zoek is. Kijk aan, gewoon flexibel wezen. Nou, gaan we naar de volgende. Niels, algemene houtwerkplaat. Jeroen, de fietsenmaker, die is er ook. Daar gaan we even snel heen. Jeroen, wil je even kort even zeggen wat je aan het doen bent? Wil je kort even zeggen wat je aan het doen bent voor de groene links? Groene links? Fiets aan het hebben. Ja, cool. Dus dit is een experimenteel werkplaats. Met heel veel fietsonderdelen. Ja. Dus mooi, altijd handig. Dit is van Koen. Jasper heb ik ook ergens zien lopen, maar ik weet niet precies wat je zit. Geen idee wat je Jasper. Wat is jouw ding nou eigenlijk? Ja, goed verhaal. Ik heb hier een hok gebouwd om elektronica te kunnen bouwen en daar kunstwerk mee te maken. Daar heb ik eigenlijk nog niet veel over gedaan. maar ik vind vooral Studio Complex een hele toffe plek om te zijn. Hier gebeurt eigenlijk hele toffe kunst. Een mooie festivalcultuur wordt ontwikkeld. Dus ja, ik voel me echt super thuis. Het is echt een fantastische plek. Ja. En ik voel me ook bijzonder creatief hier. Dus, super nou, awesome. Mooi. Cool. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Gelukkig. Annika zit daar. Dus illustratrice, illustrator. Hier zit Balou met Madame Jeanette. Een rol in de keuken. Victor met een underground podiumpje, wat niet mag nu. Carnivant dus. Heeft allerlei installaties met do-it-yourself ideeën. Boksen met verf. Botsen met Flintstone autootjes. En van alles anders wat je ermee kan bedenken. Het nieuwe ding. De gokkast waar de muziek op de gok uit gaat komen. Dus dat wordt wat. Dit is mijn werkplaats van hier. Radarat. Werk van vorig jaar. Wordt nog geschilderd en getekend, gedaan. Oh, en dan is hier de opslag van Daan Ooms, ecobouwer. Die is vooral met leemstukken allemaal duurzame materialen bezig. Is hier heel weinig, maar ja, is constant in het veld bezig. Dus in die zin zeer goed. Sebastiaan, houtbewerker. Dus ook heel veel voor de opera. Eigenlijk zoveel dat hij hier de kleine uurtjes nog even iets kan doen. En ja, Luther.
Ja, door de crisis is het eigenlijk een beetje rustig hier zo. En zijn verschillende mensen met hele andere projecten opeens bezig dan waar ze normaal mee bezig zijn. Dus de tuin, podium, nog voor alleen entree. Eigenlijk ook voor dit jaar weer gepland om wat leuks mee te organiseren. Maar daar zijn we nog mee aan het stoeien. Wat kan en wat kan niet met de pandemie. We zijn nu wel van plan toch een behoorlijke expositie op poten te zetten. Wellicht met allerlei performance, theater, muziek, kunst, experimentele dingen. En dan moet dat toch de nodige mensen trekken. Dat is het. Doei.